Caroline, goedenavond. We staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben Caroline, ik ben 23 jaar, ik woon in Soersel. Mijn hobby is paardrijden. En ja, ik heb mijn eigen ingeschreven omdat ik de avontuur wil beleven. En ook gewoon om mensen te leren kennen. Een beetje buiten de comfortzone te komen. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij de Sodaal. En ja, vooral paardrijden. Ja. En dan ja, eens een keer weggaan met mijn vriend. Een keer uit eten gaan. Ontspannen. Heb je een eigen paard? Nee, ze zijn niet van mezelf. Nee. Wat soort paardrijden doe je dan? Gewoon ritjes gaan doen of dressuur, springen? Dat zijn vooral gewoon ritjes, boswandelingen, in de wei zelf. Ja. Gewoon echt ontspannen. Ja. Voor mij en dat paard zelf. Ja. Dus. Is dat je tofste hobby? Ja, ja dat wel, dat wel. Ja. Hoe komt het dat je er ooit mee begonnen bent? Ja, omdat ik altijd heel graag paarden heb gezien. En ik ben daar ook graag mee bezig. Uiteindelijk krijg je zo je krijgt een band met dat beest. Mm-hmm. En dat is het plezante eraan. Je leert elkaar kennen. Het is raar om een paard te leren kennen, maar dat is wel zo. Pak je altijd hetzelfde paard zo? Meestal wel, ja. Er staan er twee in die wei, maar ik pak meestal dezelfde. Omdat ik die... Ja, ik heb daar de beste band mee, ik zal het zo zeggen. Ja, de beste band. Ja. Ga je er ooit een beroep van maken of is het maar puur hobby? Nee, het is puur hobby. Ja, beroep, dat zie ik nu niet echt zitten. Nee. Het zou kunnen, hè? Sport, dressuur of andere dingen of zo. Ja, nee, daar ben ik echt niet mee bezig. En zo'n goede ruiter ben ik nu ook weer niet. Dus een creatief paardrijden. Ja, eigenlijk. Klopt. Inderdaad. Nu doet je mee een misverkiezing mee, Mrs. Universe. Ja. Hoe ben je ertoe gekomen om in te schrijven? Eigenlijk door Ronnie, door de Ronnie zelf. Mm-hmm. Die had me eerst gevraagd voor die Miss Glimmer. En toen had ik gezegd van nee, omdat dat niks voor mij was. En hij vroeg die mij nu nog eens voor Miss Universe. Ik zeg van ja, weet je, misschien moet ik dat toch maar eens gewoon doen. Ik krijg het voor het avontuur. Gewoon, is iets anders dan het dagelijks leven. Dus. Staat er nog een programma voor Miss Universe nu? Dus morgen gaan we naar Oostende. En zo een stadspel spelen. Wij gaan nog naar het Regenbooghuis in Hasselt. Waar wij dan ook een modeshow gaan doen. Puur voor dat te steunen. En ja, meer weet ik het eigenlijk niet. Ik kijk niet echt al elke dag in de agenda. Dus. En wat vinden jullie familie en vrienden ervan? Familie en vrienden die staan er wel achter dat jij toe. Ja. Die zeggen ook wel dat ik gelijk heb. Gewoon puur voor het avontuur. En dat is sowieso iets anders. Ja, inderdaad. Ja. Wat denk je ermee te bereiken met zo'n misverkiezing mee te doen? Goh, ik denk eigenlijk niet echt iets te bereiken daarmee. Dat is gewoon, ik zeg het puur voor mijn zelfvertrouwen. Ja. En voor dat gewoon eens te kunnen zeggen, ik heb daaraan deelgenomen. Puur daarom. Ja. Ja. Ik wil echt niet per se winnen of zo. Als we je nog beter zouden willen leren kennen, wat zouden we dan zeker moeten weten over jou? Dat ik een vrij druk leven heb. En ik ben nogal een heel neutraal persoon. Wat bedoelt u dan? Ik kan iedereen zo een kans geven, maakt niet uit, dik, dun, lang, smal. Arrogant gezicht of niet. Ik heb zoiets van, dat is het uiterlijk. De persoon zelf kan daar ook niks aan doen. Maar ja, op zich. Ik ben een gemakkelijk iemand. En als ik me echt goed voel bij iemand, dan kan wel de zotte Caroline naar boven komen. Ja. Zijn er capaciteiten, denk je, die je gaan helpen om te winnen? Als ik, als ik mijn eigen echt goed voel, dan... Ja. Ik zeg het maar, ik doe niet echt mee om te winnen. Nee. Ik zou, allee, ja. Maar kunnen we winnen. Ja, okay. Dankjewel. Allee, nog een prettig verloop van de verkiezing. En tot de volgende keer. Goed, dankjewel.